Zeg, maken jullie onderling zo eens nooit ruzie? Want wij zien natuurlijk meestal de mooie kantjes, hè? Maar vallen er af en toe eens geen woorden zoals vroeger? Maar ja, tuurlijk. Allee, ja. Er zijn altijd ergernissen en andere dingen die je anders ziet of dingen waar ik niet mee eens ben. Maar in elk gezin is dat. En dat gebeurt al gewoon over het eten, nog over de tuin. Allee, ik denk dat overal, dat is heel natuurlijk en heel normaal. De kunst is om er zo goed mogelijk mee om te gaan en om dan daar terug uit te geraken en daarover te communiceren. Het is niet de kunst om geen ruzie te maken, het is eerder de kunst om alles op te lossen. Om die problemen niet te laten naslepen tot ze zodanig groot zijn dat het dan een uitbarsting wordt van ja, en dat het dan niet meer gaat. Dus inderdaad, ja, aanpakken, oplossen en weer voort, hè. En toch heb ik zo het vermoeden dat jij vaak het laatste woord hebt. Ik in de familie. Ja? Ik weet dat niet, misschien, ja. Ik ga nooit zwijgen. Ik ga nooit mijn gedachten inhouden of zo. Maar ik ben ook geen persoon waar je makkelijk ruzie mee krijgt. Ik ben eerder iemand allee, die dat altijd probeert te bemiddelen en dat altijd probeert ja, in de minne op te lossen. En ja, toch eruit te praten. Gewoon tot op het bot dan, als het moet. En inderdaad, totdat er geen discussie meer is. Nooit om conflicten te creëren of om kwaad te worden of agressie te creëren. Gewoon om het op te lossen met de beste bedoelingen. Ik denk, ja, met agressie of met kwaadheid raak je er toch niet. Ik weet niet, het laatste woord willen hebben is uiteindelijk niet zo'n mooie eigenschap, vind ik zelf. Ik denk, je gedacht willen zeggen en daarvoor willen uitkomen en je niet te min voelen om voor je mening uit te komen. Dat vind ik dan weer een andere, dat vind ik een betere eigenschap. Ik verwoord het wel liever zo, ja.